Yo, Nintendo fans! In de vorige aflevering hebben we flink aan deze boom lopen schudden. En op een gegeven moment, als je dus blijft schudden, dan beweegt er iets in de blaadjes. Maar wat is het? Wat is het? Ik weet het niet. We gaan het nu zien. Doe een blauw duimpje omhoog als je dat wil zien. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En je hoort het. Er beweegt iets. Wat zit er in deze boom dan? Wat zit er hierin? Waardoor worden we aangevallen? Something swooped down from the tree and pulled you into a Pokémon den. Oké, wat gebeurt hier? Wie zien we hier? Welke Pokémon is dit? Wat is dit? Wat? Oké. Ja. Top. Laten we maar gewoon even gaan Dynamaxen en ja. Dan zie je ook hoe die grote big ass Zapdos eruit ziet, jongens. Go, 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 Zapdos! Met je grote poten. Nice. Oké, eerlijk. Ik had wel iets meer verwacht dan alleen een Greedent. Oh, maar wacht even. Deze Greedent is level 100 of zo? Dit is namelijk niet echt normaal. Ik vind deze een beetje te sterk. Ik vind dit niet oké. Kijk dan! Kijk dan! Dit is niet normaal. Deze Greedent ga ik niet kunnen verslaan. Hier heb ik level 100 Pokémon voor nodig. Kijk hoe weinig damage mijn Zapdos doet op deze Legendary Greedent. Dit is ongeëvenaard. Dit is echt niet oké. Ik vind jou echt niet sportief. Jij bolle Henky. Yo, daar gaat mijn Zapdos. Kijk hoeveel Legendary Pokémon ik hier heb, hè. Kijk hoeveel. Deze Greedent gaat ze waarschijnlijk allemaal kapot maken. Mijn Urshifu is gelukkig wel sneller, dus ik kan hem nog een keer raken. En hij doet payback. Oké, dat is chill. Dat is chill. Doe maar lekker payback. Blijf maar vooral payback doen, Greedent. Blijf dat vooral lekker volhouden. Dat vind ik helemaal goed. Oh nee, hij heeft ook nog een lekkere berry of iets. Een citrus berry. En hij hield nog even extra. Oké, je doet nu counter. Jongen. Dit is niet eerlijk. Oké, Calyrex. Jij bent mijn hoogste level Pokémon. Ik had dus Calyrex eerder in moeten zetten, want dan had hij geen berries gegeten. Oké, let's go. Astral Barrage. Oh nee, ik heb de verkeerde aanval gekozen ook nog. Ik ben echt slecht bezig. Hij kan mij in ieder geval niet raken met zijn Giga Impact, dus dat is lekker. Oké, Psychic dan nu. Psychic doet redelijk damage. Hij doet Body Slam, maar die raakt mij natuurlijk ook niet. Kijk, dit is top. Dit is top. Ik had gewoon eerder voor Calyrex moeten kiezen, jongens. Let's go. Blijf maar even dit soort aanvalletjes doen. Heerlijk. Oké, hij wordt boos, hè. Hij wordt nu boos. Body Slam, ga me niet raken, vriend. Je kan me niet raken. Je kan me niet aanraken. Je kan niks doen. Lekker voor je. Go, Calyrex. Maak hem kapot. Volgens mij is deze guy echt serieus level 100. Oeh, zijn berries die vallen uit zijn bek. Ja. Hij is bijna kapot. Hij is bijna kapot, maar hij doet nu max darkness. Oh nee. Rip Calyrex. Oh nee, daar gaat hij. Oké, Reggie Lakey, jij mag het afmaken. Want jij hebt een aanval die namelijk altijd als eerst gaat. En dat is extreme speed. Dus ik hoop dat het genoeg is. Ik denk het eigenlijk niet. Oh nee. Nee, joh. Nee, joh. Je gaat toch niet nu alsnog al mijn Pokémon kapot maken? Let's go, Moltres. Weet je, ik ga voor de zekerheid gewoon Calyrex max reviven. Let's go. Hoeveel moeite kan je met al jouw legendaries hebben met een freaking Greedent? Dit is zo'n grote trollactie van de makers van deze game. Het is ongelofelijk. Let's go. Doe Fury Wrath. Oh, hij houdt 1 HP over, die gekke. Maar hij mist mij wel. Lekker, Moltres. Lekker. Sloop hem. Maak hem kapot. Heerlijk. Nou ben ik benieuwd of ik hem ook ga vangen. Of moeten we hem alleen verslaan? Kijk hem staan. Oh, we moeten hem alleen verslaan. Oh, hier krijg je heel veel berries van. Want de aftershocks van deze battle, dus de naschok van deze battle, die zorgen ervoor dat er heel veel berries van die boom vangen. En dat zijn dus 30 Oran berries, 10 Citrus berries, 1 Lancet berry, 20 Tomato berries, 15 Hondo berries, 5 Chapel berries, 1 Starf berry. Dus als je op zoek bent naar berries, dan moet je eigenlijk dit doen. Dan moet je gewoon deze Greedent even lekker gaan verslaan. Yo, ik heb net je big bro verslagen, man. Hij was een noob. Zo noob dat hij 4 legendary Pokémon heeft gesloopt. Eigenlijk was die Greedent gewoon ook legendarisch. Nou weet ik nog dat ik de vorige keer hier was. En hierachter is een graf. Nou ben ik benieuwd of daar al iets is veranderd sinds de vorige keer. Kijk, hier is een grafsteen. Spread my voice. Er gebeurt nu blijkbaar nog steeds niks. Dus hier moeten we sowieso nog iets voor gaan doen. Ik ga voor jullie uitzoeken wat dat is. En dan gaan we dat sowieso ook nog even proberen te doen, denk ik. En ook zijn er nog een aantal legendary en mythical Pokémon te vinden
in de Crown Tundra. En dan bedoel ik niet deze Eevee, want die kan je letterlijk overal in de Crown Tundra vinden. Ik heb wel een beetje medelijden met deze Eevee, die het nu even op moet gaan nemen tegen deze freaking toffe Moltres. Oh, hij overleeft het gewoon. Oké, eerlijk, dat is wel ziek, man. Dat jij gewoon die aanval overleeft, Eevee. Eevee, jij hebt mijn respect. Nice. Nou, oh, arme Eevee. Nu is het toch klaar. Ja, je liep me ook wel een klein beetje in de weg, Eevee. Kijk, we zien daar bijvoorbeeld nog een ketel. En bij die ketel konden we de vorige keer ook helemaal niks. Maar wat zou er nou zitten bij die ketel? En als we eventjes terugvliegen naar het dorpie, dan was er in dit huisje van deze oma ook nog iets. Dat hebben jullie kunnen zien in een andere Crown Tundra video op mijn kanaal. Dus als jullie goed hebben opgelet, dan weten jullie wat er in dit huisje te vinden is. En dat ga ik jullie ook laten zien in een andere video. En als we naar de town map kijken, dan staat het toch echt dat we hier moeten zijn. Dat we hier iets moeten gaan doen. En zou dat dan toch hier zijn bij de Max Lairs? Is Peony ondertussen hier naartoe gegaan samen met zijn dochter? Ja, kijk, ze staan hier wel te chillen. Yo, Pionia. Die vraagt, ben je oké? Okay? Nou ja, ik voel me sowieso goed. En mevrouw die daar staat, die werkt in een laboratorium in de Alola-regio. Klinkt Alola niet gewoon briljant? Bedenk je even alle malasadas die je daar kan eten. Oh ja, lekker man. Hey, is dit een verkapte hint naar dat we misschien terug kunnen naar Alola? Zou er nog DLC uitkomen waarin we terug kunnen naar Alola? Dat zou zo vet zijn. Hey Peony, wat heb jij er nog te vertellen? Hey there, Chief. Bedankt dat je even langskomt. Ik heb nu een beetje family quality time met mijn schatje Nia. Terwijl die best wel boos keek eigenlijk. Je hebt iets laten vallen inderdaad op je basecamp. Dat ging ergens over. En hij kan zich niet herinneren dat die hint inderdaad van hem kwam. Hey, maar wacht even. Was dat niet de Max Lair daar met die hint? Wat? 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 Iedereen wordt gek. Iedereen wordt gek. Wat is er gebeurd? Yo, kids. Wat is er aan de hand? Rare beesten die zijn opeens in de Max Lair. We weten niet of het Pokémon zijn. En de onderzoekster zegt, wat? Wat? Serieus? Heeft iets ervoor gezorgd dat daar andere wezens nu zijn? En is het connected met de Ultra Wormhole die is verschenen in de lucht? Wat? Is er een wormhole in de lucht? Peony zegt, oh, dit zijn weer helemaal nieuwe dingen. En je weet wat dat betekent, jongens. Een nieuwe expeditie. Wij gaan een nieuwe expeditie doen, Peony en ik. Maar je ging toch expedities doen met Nia? Anyway, hij heet They Came From The Ultra Beyond. Jouw goal is om een van die Pokémon te vangen. Een van die Pokémon die op die foto staat in die aanwijzing. Deze guy ziet er wel depressed uit trouwens eigenlijk. Hij zegt bedankt dat je hallo zegt, maar je bent nog niet klaar voor wat ik jou te bieden heb. Kom maar even terug als je meer van die Dynamax Adventures hebt gedaan. Oké. Kortom, er is nog genoeg te doen. Naast een Greedent uit een boom shaken. Doe een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want dan zie je iedere dag op dit kanaal nieuwe Nintendo video's. En wil je me live zien gamen, volg me op twitch.tv/RickyTune. Dan zie ik je daar, of gewoon bij de volgende video. Mazzel!